Gaat dit lukken? Gratis V-Bucks? Op het knopje drukken? Sending V-Bucks. Er worden gewoon V-Bucks nu verstuurd naar mijn account. Super tof dat jullie al kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Kevin en vandaag ga ik jullie iets super tofs laten zien, dus laten we gelijk beginnen. Heel veel mensen zouden het natuurlijk wel heel erg tof vinden om gratis V-Bucks te krijgen in Fortnite. Je kan eigenlijk V-Bucks alleen maar krijgen om het in de store te kopen, in de Fortnite store, in de Fortnite winkel of Save the World te kopen. Of je kan een Battle Pass krijgen en daarmee dus gratis V-Bucks krijgen doordat je die Battle Pass, zeg maar, tiers omhoog gaat. Er zijn dus sites die zeggen dat je gratis V-Bucks kan krijgen zonder die enige stappen te hoeven te volgen. Dus je hoeft die helemaal niet te kopen. Een Battle Pass, sowieso V-Bucks hoef je niet te kopen. En Save the World hoef je niet te kopen volgens hun. Want je kan gewoon gratis V-Bucks krijgen volgens hun site. Maar werken die sites ook echt? Geen idee. Ik heb echt geen idee. Dus dat gaan we zo meteen uitvogelen. Maar eerst, like natuurlijk even zeker op deze video. Laten we gaan voor lekker veel likes. En vergeet natuurlijk even zeker niet deze video te delen met je vrienden. Wie weet kan jij dan wel je vrienden deze video laten zien. En misschien kan je dan wel oneindig veel V-Bucks krijgen. Geen idee, dus deel even deze video. Abonneer op mijn kanaal. Laten we zo snel mogelijk gaan naar die 15.000 abonnees en dan lekker omhoog. Dus like, deel en abonneer. En dan gaan we zo snel mogelijk beginnen. Dus let's go. Oké, ik heb dus de eerste website voor mij. Het ziet er heel erg goed uit. Het ziet er best wel professioneel uit. De site en zo, het ziet er heel goed uit. Eerlijk is eerlijk. En hier staat dus Fortnite V-Bucks Generator. Oftewel gratis Fortnite V-Bucks die je kan krijgen in deze website. Het enige wat je moet doen is dus je claim jouw V-Bucks pakket. Het enige wat je moet doen is dus hieronder in te vullen. Ik zie al wat interessants. Hier staat, please note that you can only use this generator once every month. Het is eigenlijk een generator. Het is een V-Bucks generator. Je kan oneindig V-Bucks krijgen, blijkbaar, zegt deze site. En er staat dus... je kan het maar ineens in de 24 uur gebruiken, zodat Epic Games, oftewel Fortnite, er niet achter komt. En hier staat ook nog eens een keer bij, last updated, oftewel laatste update van deze website is 2019-25. Dus dat is niet heel lang terug nog. En hier staat allemaal rechts allemaal mensen. Remy, die heeft 2500 V-Bucks geclaimd, oftewel, ja, die krijgt dat zogenaamd. Daar gaan we zo meteen ook achter komen, dus like natuurlijk even zeker. En deze drumnut is show me the money. Kim G, Riotsil en Kitten Enje. We gaan allemaal achterkomen. Het enige wat we moeten doen is Epic Games username. Nou, ik heet de Serial Gamer. Dus laten we dat invullen. Laten we kijken of dit gaat lukken. Dus laten we dit zo snel mogelijk doen. Je exacte Epic Games naam moet worden ingevuld worden. Met goede hoofdletters. Maar goed, dit zijn goede hoofdletters. Zo heet ik gewoon net als mijn YouTube kanaal. Dus laten we naar de volgende stap gaan. V-Bucks logotje achter. Choose your V-Bucks package. Oftewel, kies je V-Bucks pakketje. Nou ja, je kan kiezen voor 1000 V-Bucks, 2500, 5000 V-Bucks en 10.000. En 1000 V-Bucks is volgens mij 10 euro. Dus ja, je kan het gewoon... Ja, het is 10 euro. 1000 V-Bucks is 10 euro. Oftewel, dit is 100 euro, als ik het goed heb. Dus dit is gewoon superveel geld. Dus laten we gewoon gaan voor die 100 euro, toch? Ja, voor 10.000 V-Bucks. Laten we daarvoor gaan. Ik heb erop geklikt. Komt die zo'n vinkje? Hier staat Generate V-Bucks. Dus laten we dat gewoon zo snel mogelijk doen. Gaan we klikken op het knopje Generate V-Bucks. Krijgen we gratis V-Bucks? We gaan erachter komen. Gaat dit lukken? Gratis V-Bucks? Op het knopje drukken. En hier staat het installeren en publicly... Wat is het? Het laat nu. Extracting locating Epic Games username. Attempt 1, attempt 2. Wat gebeurt hier allemaal? Successfully located Epic Games username the Serial Gamer. Attempt 2. Sending V-Bucks. Er worden gewoon V-Bucks nu verstuurd naar mijn account. Er staat nu voor mij complete one of the offers below to unlock your V-Bucks. Oftewel, er staan hier allemaal dingetjes die je moet unlocken. Oftewel, je moet stream best movies here. Je moet allemaal, maak kans op een HEMA cadeaubon. Dit moet je allemaal invullen, maar... Wacht eens even, dat zou ik niet doen. Waarschijnlijk gaat deze website dus niet werken. Ik heb nog meerdere websites die we hierna gaan checken. Maar deze werkt waarschijnlijk niet. En wat je ook totaal niet moet doen is dit invullen. Want hier moet je waarschijnlijk, als ik het goed heb, moet je je telefoonnummer invoeren. Je e-mailadres enzovoort, je adres. Moet je niet doen, want dan kan je dus vast komen zitten aan bijvoorbeeld bepaalde abonnementen. En dan moet je dus geld betalen elke maand. Dus dat moet je absoluut niet doen. Dat is heel duur, dus deze site doet het waarschijnlijk niet. Maar we kunnen wel even kijken of we die V-Bucks al hebben gekregen. Ik zit dus nu in Fortnite, maar heeft het ook echt geholpen? We gaan het zien. Heeft die site geholpen? Is het waar? Krijg ik gratis V-Bucks? En dan kunnen we daarna gelijk door naar de volgende site en dat kijken of dat is gelukt. Maar laten we dit even zien. Collect and close. Laten we het kijken. Is het gelukt? Heb ik dit is niet wat ik wil zien. Ik wil zien dat ik V-Bucks heb gekregen. Dit zijn geen V-Bucks. Dit zijn geen V-Bucks. Nee, ik heb nog geen V-Bucks. Ik schrik de hele tijd. Ik denk steeds dat het V-Bucks zijn, maar dat is het dus niet. Het is gewoon challenges en zo. Nee, hou op. Hou op. Hou op. Ik wil dit zien.
Nee! Oh. Oké, ik heb precies 500 V-Bucks, maar ik had 10.000 geselecteerd. Oftewel, het is niet gelukt en ik had al 500. Oké, dit is wel jammer. Maar goed, laten we dus nu gelijk weer doorgaan naar de volgende site. Oké, ik ben dus nu op de volgende site en het ziet er ook best wel professioneel uit. Kijken of deze gaat lukken en daarna heb ik nog 2. Dus laten we die gelijk doen. Ik zie hier Get Free V-Bucks of nog 2, eigenlijk eentje, maar daarna nog een livestream. Er is namelijk nog een bepaalde livestream die gratis V-Bucks weggeeft ofzo. Dus laten we er zo meteen naartoe gaan. Maar eerst dit. Ziet er vrij, het ziet er vrij professioneel uit. Eerlijk is eerlijk. Username, nou, de Serial Gamer. Zo heet ik. En zo heet mijn kanaal ook. Platform waar je op speelt. Nou, ik speel op PC, niet op telefoon en ook niet op PlayStation. Ook niet op Xbox One. Maar dat kunnen jullie dus wel opspelen en dan moet je dat dus selecteren. Maar goed, ik speel op PC. Nou, enter. En hier kan je dus hoeveel V-Bucks je wilt, zeg maar. Kan je selecteren. Nou goed, hey, ik ben slim, hè. Ik ben een Nederlander. Laten we gewoon gelijk gaan voor die 13.500. Dat is gewoon het meeste. Het is gratis, hè, toch? Dus ja, dat lukt gewoon, toch? Volgens hun. En hier staat ook nog eens een keer bij, niet alleen gratis V-Bucks, maar hier staat ook nog bij hoe jouw account kan verbeteren. Want je hebt namelijk verschillende accounts op Fortnite. Je kan bijvoorbeeld de standaard editie hebben op Fortnite. Deluxe, Super Deluxe of Limited Edition. En dan kan je namelijk op Save the World spelen. En dan kan je ook weer gratis V-Bucks krijgen. Maar Limited Edition heb je bepaalde extra dingetjes in Save the World enzovoort. Krijg je extra V-Bucks volgens mij, maar not sure. Maar goed, in ieder geval, laten we daarvoor gaan. Want ik bedoel, het is toch gratis? Dus ja, Limited Edition. Is everything correct? De Serial Gamer PC klopt. PC, de Serial Gamer 13.500 V-Bucks. Dus ik moet dat straks op mijn Fortnite krijgen. Limited Edition Fortnite upgrade. Ja, confirm. Laten we kijken. Oké, hier staan alweer dingetjes. Zou het gaan lukken? Gratis V-Bucks, gaat het lukken? De Serial Gamer, ja, het staan allemaal leuke dingetjes op. Confirm heb ik opgeklikt, super tof. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Error, you must be subscribed to our channel to receive V-Bucks. Use the code CRUNK in the item shop. What? Wat is dit? Oké, deze werkt waarschijnlijk dus ook niet, want ja, er staat een error. Er staat dus, je moet abonneren op ons kanaal om gratis V-Bucks te krijgen. En je moet onze code gebruiken in de itemshop, Krunk. Maar dat helpt helemaal niet, want ik heb ook een creator code. De Serial Gamer. Gebruik die zeker even, want dat zou super tof zijn. Maar goed, in ieder geval, de Serial Gamer is dus mijn creator code. Laat het even zeker weten op Instagram als jij die hebt gebruikt. Dus dat kan je gebruiken in de itemshop. Maar in ieder geval, hier staat dus bij dat je moet subscriben op hun kanaal. Maar dat is, ja, als ik erop klik, kan wel even naartoe. Waarschijnlijk kom ik dan bij, ja, hier, Krunk. Oké, die is nu ook live. Wacht, laten we even kijken. Hij is nu live. Oké, dat allemaal copyright mis die kop. Laten we dat niet doen. Maar er staan hier allemaal video's. We gaan even kijken, want waarschijnlijk is dit ook nep en zo. Ja. Dit is ook allemaal nep. Hij heeft ook superveel dislikes. Ja, just letting you know, I tried that generator and it's fake. Hier staat serieus iemand die het ook heeft geprobeerd. Iemand hier in de comments heeft gezegd dat hij het ook heeft geprobeerd. Die V-Bucks generator. Oftewel die gratis V-Bucks. Maar hier staat, het lukt niet. En hier staat ook iemand met, where is my V-Bucks? Crunk in the item shop. Weet je, I did it. Hier, weet je, dit lukt, dit is ook geen site die werkt. Of tenminste, we kunnen kijken, volgens de comments doet hij het niet. Dus we kunnen kijken, hebben we V-Bucks? Nee, we hebben hetzelfde aantal V-Bucks, dus dat lukt ook niet, helaas. Maar we hebben nog een site. Oké, we hebben dus nog een site en deze site is gewoon Nederlands. Dit zijn Nederlanders, de beste site op gebied van free V-Bucks. En het is gewoon Nederlands, dus laten we kijken of dit het doet. Het is best wel grappig op zich, want er staat hier een lama. En er staat hier aantal V-Bucks, 100 V-Bucks, 500 V-Bucks, 1000 V-Bucks, oftewel 10 euro. Staat free, oftewel gratis V-Bucks. Laten we kijken of dit het doet. Het staat er, ja, dit is wel wat minder professioneel. Maar voor de rest staan er ook nog skins. Je kan ook nog skins doen. Ja, je kan claim the area, a cell trooper hier. Maar laten we dat in een andere video eens een keertje doen of zo. Dat we kunnen kijken of we bepaalde skins gratis kunnen krijgen. Maar waarschijnlijk niet. Maar laten we in ieder geval dit doen. Maar misschien lukt het wel trouwens. Want wie weet, we kunnen altijd proberen, toch? Spelersnaam. De Serial Gamer. En dan kan je alles selecteren behalve telefoon. Maar ik doe PC, want ik speel op de PC. En dan kan je kiezen welke V-Bucks. Maar laten we dit keer gewoon gaan voor 500 V-Bucks. Oftewel, 500 V-Bucks die ik erbij krijg. Nee, trouwens, dat is geen goed voorbeeld. Want ik heb eigenlijk al 500 V-Bucks op mijn account staan. Dus een beetje in de war. Laten we zeggen 1000 V-Bucks. Laten we zelfs zeggen verzenden. En dan gaan we kijken. Het is gelukt. De V-Bucks worden binnen maximaal 2 uur aan uw account toegevoegd. Veel plezier. Wij kunnen nu even kijken. Maar ik denk als ik 2 uur zo
Zo, ik moet wat water drinken. Zo, mijn stem. Ik krijg er gewoon tranen van. Ik had een beetje last van mijn stem, maar... Oké, okay. In ieder geval, ik heb zoveel zin in die. Ik ben zo enthousiast voor die V-Bucks, maar waarschijnlijk doet hij het niet. Waarschijnlijk is dit gewoon allemaal fake en moet je allemaal rekeningnummers geven of zo. Of rekeningnummers gewoon waarschijnlijk. Dus net als zo net moet je abonneren op een kanaal. Moet je een telefoonnummer afstaan. Dat moet je absoluut niet doen, want dan kan je dus vastkomen aan een abonnement. En dat wil je niet, dus absoluut doe dat niet. Maar ja, daarom probeer ik het voor jullie. Maar er staat hierbij dat het is gelukt. Maar ik betwijfel het, want als ik terug ga, het staat er nog steeds niet op. En waarschijnlijk ook niet. Maar ja, misschien in de volgende video dat het dan toch is gelukt. Maar dan zien jullie het wel. Waarschijnlijk niet. En ja, was echt hoogwaarschijnlijk niet. Maar kijk eens, ik denk dat ik nog wel even iets leuks heb. Want er is nog iets. Er is nog iets. Er is hier namelijk een YouTube kanaal. En dat YouTube kanaal John Wick. Hij streamt sinds 24 mei. En dat is dus gisteren. En die zegt hier: PSN Xbox Steam Codes Giveaway, V-Bucks Giveaway. Oftewel een V-Bucks Giveaway. En dan geeft hij hier bepaalde, want ja, ik heb even research gedaan, ik heb even gekeken en zo. Er staat hier allemaal Steam Code en je hebt Xbox One. Dat is allemaal fake. Er staat hier wel bij, hij heeft hier ook allemaal andere mensen hier op de achtergrond. Volgens mij allemaal bekende Fortnite, ja, allemaal bekende Fortnite streamers. Maar dit is echt dik fake. Dit moet je niet geloven. Dit is echt heel fake. Het ziet er ook best wel... Ja, het ziet er niet zo professioneel uit. Hier de tekst boven voor iemand zijn gezicht. En er staat dat elke code verandert elke 15 minuten. Dus als ik hier naar... Nou nee, ik kan niet naar links. Maar goed, als het goed is, verandert deze elke... Maar dit is allemaal niet waar. Ik bedoel, die sites die hebben deden het ook niet. En dan moet dit het ook niet doen. Maar goed, in ieder geval... wat ik zeker even wil zeggen is dat ik het heb geprobeerd. Het deed het alleen niet. Want kijk maar, als ik nu weer naar Fortnite ga... Misschien kunnen we nog wel even reloggen. Maar waarschijnlijk... Oh, dit is de verkeerde knop. Maar waarschijnlijk niet. Of nee, fijn. Ik wil gewoon naar Select Game Mode. Hier, daar wil ik naartoe. Maar waarschijnlijk niet. Als we nu weer naar Battle Royale gaan, hebben we waarschijnlijk niet de V-Bucks. Dat is jammer. Het enige... Oeh, zo, oké. De enige manier hoe we dus gratis V-Bucks... Kijk, het is nog steeds 500. De enige manier hoe je dus gratis V-Bucks kan krijgen is door een Battle Pass te kopen. En die dus, nou ja, spelen. En ja, de tiers omhoog dat je gratis V-Bucks kan krijgen. En wat je kan doen is dus tiers kopen. Maar dat kost dus wel geld. Alleen hoe je wel gratis V-Bucks kan krijgen is dus Save the World halen. En met Save the World kan jij dus bijvoorbeeld heel veel V-Bucks krijgen. Maar dan moet je missies voltooien enzovoort. Maar goed, dat kost dan ook wel weer geld. Maar uiteindelijk krijg je ze wel gratis erbij. Maar goed, ik denk dat het best wel een interessante onderzoek was. Het doet het dus niet. Maar het was wel interessant te zien. Want het zag er best wel legit uit. En best wel echt uit. Het deed het niet. Dus abonneer natuurlijk even zeker voor meer van deze video's. Als er dan een video online komt over meer V-Bucks en zo. Misschien doet die het dan wel. Misschien kunnen jullie nog even deze video delen. Dat zou ik echt waanzinnig vinden. Like natuurlijk even zeker nog even. Dus laten we even met z'n allen liken. Reageer even allemaal wat jullie vinden. En wat voor Fortnite video's ik moet gaan maken. Wat voor type Fortnite video's. Of wat jullie willen gaan zien. Wat ik gratis probeer te regelen. Dus bijvoorbeeld een skin. Bijvoorbeeld een glider. Enzovoort. Of ik dat bijvoorbeeld Fortnite kijkers hun. Hun locker moet gaan zien. Hoe tof zou dat zijn. Dus kijk eens. Abonneer. Dat zou ik super tof vinden. Klik op dat belletje. Laten we gaan zo snel mogelijk naar die 15.000 abonnees. Zou ik super tof vinden. En binnenkort gaan we even kijken. Of we andere gratis dingen kunnen krijgen in Fortnite. Maar als laatste. Vergeet me natuurlijk even zeker niet te volgen op Instagram. De Serie Gamer. Zou ik super, super, super gaaf vinden. Want ik post nu namelijk ook best wel wat op Instagram. Dus doe dat zeker even. En ja, laten we gewoon zo snel mogelijk naar de volgende video gaan. En ja, like en abonneer voor meer Fortnite. En ik zie jullie bij de volgende video weer. Later.